De samenleving moet meer weten over de 17 Sustainable Development Goals, SDGs, en de impact die zij maken op het leven van elk individu. Daarvoor werd vanmorgen in het Assyria High-Rise gebouw het SDG-platform Suriname gelanceerd. In de workshop werkt Suriname resultaatgericht aan het verwezenlijken van de SDGs gehouden. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBES, installeerde vandaag gelijk ook een commissie voor dit platform. De bewindsman zegt dat dit platform zal moeten werken aan een correcte vertaalslag naar de samenleving toe. Want ik kan u zeggen, iedereen wil uiteraard in een vreedzame omgeving leven. Maar hoe relateer je dat aan deze doelen? Dat gaat niet automatisch gebeuren. Dus dat is ook een taak voor de SDG-platform. En ik kan zo doorgaan, maar uiteindelijk willen we een goede job doen. Met z'n allen. Nogmaals, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niemand is belangrijker dan een andere. Het is de bedoeling dat we Suriname voor onszelf in de eerste plaats maken tot een land waar er is vrede, een toekomst, met name voor de toekomstige generaties, met name voor de jeugd, dat we het land maken tot een land dat een voorbeeld is voor betreft milieu, voor water, voor allerhande andere zaken. En als we dat kunnen realiseren, hebben we gezamenlijk succes gehad. Niet een regering. Want SDG's zijn niet voor één regering, het is voor altijd. Jacinta Jong-Alok, directeur van Stichting Kinderen en Jongerentelefoon, vindt het belangrijk dat niet alleen aandacht wordt besteed aan promotie van de SDG's, maar ook aan het ervaren van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Zaak is daarom dat de beoogde resultaten van dit platform waarneembaar zijn. Wij hebben ons dus de rol toegekend, natuurlijk in overeenstemming met het ministerie die ons daarnet geïnstalleerd heeft, dat wij zullen zitten op mainly de monitoring. Hoe weten we dat we komen waar we moeten komen? Er wordt geheid veel gedaan, er is ongetwijfeld nog heel veel dat gedaan moet worden, maar hoe weten we dat wij onderweg zijn als wij goed onderweg zijn? En wij hebben dus gezegd, naast de formele monitoringsinstanties, want die zijn er, willen wij als civil society platform dus zeker wel meehelpen monitoren. We willen ook samen met de andere organisaties die civil society in Suriname opmaken, input geven aan het beleid. De minister zei het heel mooi. Het is de bedoeling dat er een vertaalslag wordt gemaakt op beleidsniveau. En dit platform met de major groups die daarin vertegenwoordigd zijn, zal zich sterk maken om eigenlijk die input te geven aan de ministeries, aan de overheid, zodat ze weten wat er speelt en waar er aan gewerkt moet worden.